kijkt naar deze nieuwe video. Het is weer eens tijd voor een Temu-shop vlog. Onderhand vaste klant daar. Ernstig wel. Oké, ik heb er dus een mega grote bestelling weer geplaatst. Heel veel home decoratie weer. Want nog één maandje. Ik heb er zoveel zin in. Over een maand zitten wij gewoon in ons huis. Hebben wij de sleutels. En kunnen we gewoon beginnen met de makeover en alles lekker inrichten, schilderen en zo. Ik heb er zoveel zin in. Mocht je het nieuws hebben gemist, kijk dan even deze video en daar vertel ik alles in. Maar goed, ik heb dus weer een mega bestelling geplaatst bij Temu. Dit keer weer in samenwerking met Temu. Ik blijf mijn eerlijke mening geven. Mocht het niks zijn, geef ik dat ook aan. Maar ik ben echt onwijs over te spreken. Temu is een webshop waar je echt alles op kan bestellen. En dat voor best wel een goed prijsje. Ik heb het vaak binnen een week al binnen. Dus dat is echt vrij snel. Dus ik heb weer het een en ander besteld. Ik heb ook nog een mega grote leuke kortingscode voor jullie. Met deze kortingscode krijg je onwijs veel korting op jouw bestelling. Ik zal alle linkjes van alle items die ik ga laten zien in de beschrijving zetten. Dan kun je dat na de video even checken. De kortingscode zet ik daar ook neer. En dan gaan we gewoon snel beginnen met deze shoplog. Oké, het eerste wat ik heb besteld was €6,50. En ik moet zeggen dat ik het op de foto er iets mooier uit vind zien dan in het echt. Maar dit is het. En dan denk je waarschijnlijk, wat is dit, een muismat of zo? Een mega muismat? Nee. Het is een afdruipmat. Mocht je dus je vaat doen of je wijnglazen bijvoorbeeld, heel belangrijk, schoonmaken, afwassen, dan kun je ze hierop laten drogen en dat absorbeert het water, zeg maar. Maar ik vond het printje dus echt heel erg leuk. Dat is natuurlijk iets wat je heel veel ziet nu. Maar ik moet zeggen dat de foto er toch wat leuker uitzag. Maar het is wel heel zacht en het doet vast zijn werk en daar gaat het om. Dus weet je, helemaal prima. De achterkant is dus echt van dat anti-slip spul. Dus ja, het blijft ook echt wel liggen. En het is ook echt wel een dik stofje. Ik vond dit gewoon handig voor de wijnglazen. Eigenlijk alleen voor de wijnglazen, want we hebben gewoon een vaatwasser. Komt het er droog uit. Helemaal prima. Oké, het volgende item is echt een favoriet, denk ik. Ik zag dit en ik dacht echt, oh, dit ga ik bestellen. Heel erg benieuwd wat je dan krijgt. En dat gaat over het volgende. Dit is iets wat je bij de Zara Home voor €35, bij wijze van spreken, koopt. Als het niet meer is. Van die woonwinkels zijn dit soort vaas echt €50. Maar ik vind deze zo mooi. Dit is dus zo'n geribbelde, of hoe noem je dat? Ja, zo'n patroonvaas. Ik hou ervan. Met een textuur in een beige kleur. De afwerking is echt super mooi. Er zit nog wat piepschuim her en der aan de vaas. Maar dat komt omdat het echt goed verpakt zat in piepschuim. Maar echt een prachtige vaas. Kijk, je ziet het textuurtje nu wel. Echt heel erg mooi afgewerkt. En ook een wat grotere vaas, maar dat wilde ik dus. Nou, ik wist dus niet wat ik kon verwachten toen ik dit ging bestellen. Ik dacht, of dit wordt een flop, of gewoon echt goed. Ik vind het dus echt goed. Ik heb hem in de maat L. Je kan hem in een S, in een M en in een L. Ik heb hem dus in een L, dus dat is de grootste formaat. En die was €16,50. Dus nog steeds wel iets aan de prijzige kant. Maar weet dat dit soort vazen echt voor grotere bedragen verkocht worden in andere winkels. Dus heel erg blij mee. Dan heb ik voor €2,25 echt iets moeke-achtig gehad. Dit is echt niet boeiend. En ook niet sexy. Maar ik ben er heel erg blij mee. Hoe leuk zijn deze schoonmaakhandschoenen? Altijd als ik ga schoonmaken heb ik altijd handschoenen aan. Vooral de toiletten en de douche. En gewoon de badkamer en zo. Nou, en dit vond ik echt hele mooie handschoenen. Het is roze met daisy bloemetjes. Hier zit het dus ook echt afgesloten. Ja, het zit gewoon, het sluit gewoon goed aan je arm, zeg maar. En dit is gewoon top. Ik heb er verder niks over te vertellen, maar echt hele handige handschoenen die ik nodig ben voor het huis. Met schoonmaken. Dus blij mee. Waar een mens blij mee kan worden. Dan zag ik iets wat je bijvoorbeeld ook gewoon bij de Vibra en zo hebt. Ja, en dit is iets wat ik echt helemaal ga doen. Ik ga er ook denk ik een TikTok van maken. Dus volg me weer op TikTok. Ik ben er weer actief op. Dat is Floor Delver. Met allemaal home decor, do-it-yourselves en organize and clean video's. Maar de koelkast mag ook georganiseerd worden. Oeps. Het is hard plastic, maar dit is zo'n draai plateau. Hier kun je sausjes op doen, je kent het vast. En dan als je het in de koelkast zet, kun je draaien en dan pak je je sausje eraf. Nou, ik vond het echt heel erg handig. Deze was €7,09. Ook iets, als je uit huis gaat, wat je nodig bent. Viltjes. Viltjes voor onder stoelen, banken, tafeltjes om de vloer niet te beschadigen.
Ik zag dus deze. Ik zal er wel even wat uithalen. Kijk, dan heb je bijvoorbeeld van die grote viltjes. Je hebt kleinere viltjes. Er zitten ook ronde viltjes in. Dus ja, je hebt allerlei soorten viltjes. En ik heb zwart gekozen. Dus ja, heel erg handig. Hier zitten er dus mega veel in. Om precies te zijn 128. En dan heb je, betaal je 3,78 euro. Oh, hier ben ik heel erg benieuwd naar. Ik zag dit dus. Ik ging gewoon lekker scrollen op Temu. Kijken wat ik wil bestellen. En ik wilde wel echt praktische dingen ook voor het huis bestellen. Want ja, dat ben je gewoon allemaal nodig straks. En toen dacht ik, oh ja, dit is echt iets waar je niet aan denkt als je het huis uitgaat. Maar wel nodig kan zijn. Dit is, hoe doe ik dit open? Het is helemaal een hoesje. Oh, je drukt. Oh, wat leuk. Ik vind dit schattig. Oh, wat mooi. Oh, ik vind dit heel leuk. Kijk nou. Dit is een manicure setje. Nagelschaartjes. Vuiltje. Dat ben je nodig. Dat ben je gewoon nodig. Dit is toch schattig. Ook in het mat zwart. En dan, hoe doe je het weer dicht? Je drukt hem dicht. En als je hem weer open wil doen, klik je hierop, gaat hij open. Nou, dit is fantastisch. Mooie nagelschaar ook. Nou, ik ben helemaal blij. In het thema van een badkamer en dingen wat je nodig gaat zijn. Wattenstaafjes. Ja, ik gebruik dit ook heel vaak voor mijn make-up om te corrigeren. Dit zijn wattenstaafjes. 100 stuks voor maar 60 cent. Kijk, dit zijn ze. Ziet er gewoon top uit. En dit ga ik dan ook in een bakje doen. Zo'n acrylbakje. Lekker alles organiseren. En dan één bakje vol met wattenstaafjes. Hier word ik heel gelukkig van. Oké, wat is dit? Geen idee. Het volgende item is... Oh ja. Ja. Dit beeldje. Ik vind deze zo mooi. Nou, dit is dus zo'n beeldje. En ik zag dit dus ook al op Shein. Maar dus nu ook bij Temu. Kijk, dit is het beeldje. Echt prachtig. Het is dus een beetje van een beige. Ook weer textuur zit erin. Gewoon heel minimalistisch en abstract. Maar ja, ik vind het heel mooi. Er zit dus nog wel wat poeder van het slijpen, denk ik, van de steen. Maar dat ging ik net al met mijn vinger langs en dat gaat gewoon weg. Dus ik moet even met een kwastje dat ik daar goed bij kan om dat weg te vegen. Maar hoe mooi, straks in ons vakkenkast bij de tv. Oh, zoveel zin om jullie ook te laten zien hoe alles gaat worden. Hoe we alles gaan inrichten en zo. Maar ja, ik vind het echt heel erg mooi. Het is echt een prachtig beeldje. Beautiful. Dan heb ik dus weer iets gehaald waarvan je denkt, waarom zou je dat halen? Maar dit ben ik echt allemaal nodig. Dit zijn theezakjes. En dit vind ik echt heel erg handig. Want ik drink eigenlijk alleen nog maar verse thee. Ik heb gewoon heel veel verse thee. Ik vind het gewoon echt lekker en leuk. Maar dit zijn dus theezakjes. Nou, speciaal ook handig voor verse thee. Doe je thee in, trek je het aan. En dan heb je het in zo'n zakje. Ik heb ook van die theezeefjes, maar ja, wat we ook doen. Het verse thee, dat, die kruiden zeg maar, dat blijft er toch doorheen komen. En ik vind dat niet zo erg. Ik drink dat allemaal wel op. Maar een vriendin van mij bijvoorbeeld, die vindt dat echt niet chill. Dus dit is gewoon echt ideaal. Hier komt gewoon niet die theeblaadjes doorheen. Dus dan heb je echt alleen het water van de thee, zeg maar. Dus nou, daar heb ik gelijk 100 stuks van. En dit is dan 3 euro. En dan heb je er dus 100. Dus echt heel handig. Oeh, dat klinkt niet goed. Oh, ik weet al wat het is. En dat klinkt heel goed. Oh ja, ik ga hier... Ach, hier heb ik echt misschien wel meest zin in om te gaan doen. Als ik dit laat zien, kun je dan al raden wat het is? Dit zijn 12 stuks kruidenpotjes met een bamboe dop. Ik wilde ook een bamboe dop. Ik vind dat zo mooi. Kijk nou. Hier kan ik dan mijn kruiden in gaan vullen. En dan ja, heb je ook echt zo'n mooie dopper op. Dit kun je er ook afhalen om het goed te vullen. En dan heb je dus labels. Namelijk van die zwarte rondjes. Ik vind het dus wel fijn om... Ja, je hebt ook van die bestaande waar het al erop staat, zeg maar, wat voor kruiden erin zitten. Vaak is dat Engels, vind ik niet zo erg. Maar ja, wij gebruiken best wel specifieke kruiden. Dus ik vind het dan toch wel fijn om het gewoon zelf op te schrijven. En dan krijg je er dus zo'n witte marker bij en dan kun je dat er zelf opschrijven. Helemaal dikke prima. En ik
koop dus kruiden ook los. Dus echt in zakjes, zodat je niet telkens van die potjes hebt. Dus dit is dan echt ideaal, want in een zakje kruiden, dat werkt toch niet zo goed met koken. Je kunt het gewoon zo makkelijk in je pan erbij ingooien. Dus ja, ik heb helemaal zin om dit te gaan vullen straks en alles stickers erop te plakken. En ik heb nog iets besteld, daar komen we denk ik straks wel op. Wat hier een soort van bij hoort. Dus nou, 12 stuks van die glazen potten ziet er echt super goed uit. Het zijn ook best wel grote kruidenpotjes. En je krijgt er dus labels bij. Oké, dan blijf ik wel even in datzelfde thema. Want ik heb dus iets besteld wat bij die kruidenpotjes hoort. En nou, wij hebben straks een best wel mooie keuken. Maar wij hebben daar dus niet mega veel op. Ja, weet je wat het is? Het is gewoon een... Ik denk dat heel veel zeggen, Floor, het is een best wel grote keuken. Je hebt echt... prima veel opberg, maar ik ben best wel grote keukens gewend. En dat is heel verwend, maar wij hebben echt een mega keuken. Dus met heel veel organized ruimte. Nou, dus ik heb al een la in mijn hoofd waar ik die kruidenpotjes in wil gaan doen. Maar in een la werkt gewoon niet zo fijn. Totdat ik dit zag. Hoe mooi is dit hout ook? Ja, dit is fantastisch. Ik zal even een foto in beeld doen hoe dit eruit komt te zien. Maar deze bakjes kun je dus zo over elkaar in een la doen. Dit past ook precies in zo'n la. Het is van dat mango hout. Nou, en daar kun je dus die kruidenpotjes. Die kun je dan hier zo allemaal opdoen. En dan is het gewoon helemaal geordend. Ja, dit is ook echt heel erg mooi. Ik heb er dus 4 stuks. Want dan heb je gewoon een la gewoon gevuld. En ja, dit is gewoon echt heel erg mooi en handig. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. Het ziet er echt onwijs goed uit. De kwaliteit. Ik vind het ook echt heel erg mooi hout. Oké, het volgende item is over in onze keuken voor onder de gootsteen. Besef me dat deze video's best wel veel organized spullen bevatten. Maar ik hou er gewoon van. Ik ben heel erg benieuwd of jij ook zo van het organize en opruimen bent. Maar dit is dus zo'n ladekastje. Dit is hem, de zwarte. En die kun je er dus uitschuiven. Trouwens, die mango lades... voor het organiseren van je kruidenpotjes. Daar krijg je er dus 4 stuks van. En die zijn €29. En volgens mij heb ik ook niet verteld hoe duur de kruidenpotjes waren. De kruidenpotjes waren €29,50. En heb je er dus 12 met organized stickers en een witte marker. Maar goed, even terug naar dit. Zo. Daar heb je dus 4 van die stokjes van. Nou, die kun je dus hier in die gaten doen. Nou, dat ga ik nu even niet doen. Nou, dan heb je hier een bakje. Ja, aan de zijkant zo aandoen. Dan kun je een spons in doen of een afwasborstel. Je hebt nog van die, wat zijn dit? Oh ja, je hebt nog van die hangertjes. Dus je kunt hier ook nog dingen aan hangen straks. Nou, en dit is dus de onderkant. En dit is dus met een soort rails. Dus dit schuif je er zo uit. Nou, dit is echt perfect voor onder de... gootsteen, want daar kun je dan gewoon echt alles bewaren. Van je afwasmiddel tot aan zeep, tot aan schoonmaakproducten, sponsjes, afwasborstel. Gewoon in deze lade dus. Dus ja, heel erg blij mee. En deze kost €13,30. Kijk, hier op de foto zie je ook al wel hoe ze dat hier gebruiken. Dan gaan we door naar het allerlaatste product van deze shopvlog. En dat zit weer in een doos. Acrylbakjes. Maar... niet zomaar bakjes. Ik krijg namelijk in 1 zo'n set. Ja, ik vind het echt fantastisch. Van die koelkast organizers. Dan is dit een grotere ladenbak, zeg maar. Je kunt echt van alles in bewaren. Paprika, weet ik veel, echt alles. Maar dit is dus 1 grotere bak. Heel hard plastic, dus echt heel erg mooi. Nou, en deze hebben dus een deksel. Je ziet er heel veel gewoon zonder deksel. Maar ik vind dus een deksel heel fijn. Want dan kun je stapelen. Want wat krijg je er nog meer bij? Een smallere bakje. En hier kun je dan fruit in doen. Of je komkommers, whatever. En die heeft dus ook weer een deksel. Nou, dat past hier echt precies op. Er zitten dus hier van die lijntjes ook in. Waardoor het ook niet... af kan vallen, zeg maar. Dan heb je er dus 2 van. Dus van die 2 smallere. Dat past dus precies. En dan heb je nog 4 van deze kleintjes. En hier kun je voor blauwe bessen in doen. En die passen dan weer hier perfect op. Ah, dit is enig.
ben er weg van. 7 van die harde acryl plastic bakken. En dan, dit kost dan 33 euro. Maar echt goed kwaliteit. En dan waren dit alweer de producten die ik heb uitgekozen bij Temu. Onwijs blij mee. Wil je nou weten hoe ik dit allemaal straks ga gebruiken in het nieuwe huis? Hoe ik het allemaal ga organiseren en al die content gewoon van het huis? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn YouTube kanaal. Want dan weet je zeker dat je op de hoogte blijft. Ik heb dus ook een TikTok account, dat is Floor Delver. En daar post ik dus ook dit soort video's op. Dus ja, ik wil jou heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet dus de linkjes in de beschrijving niet te checken. En de kortingscode zet ik daar ook in. Want met deze kortingscode krijg je dus heel erg veel korting bij Temu. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik ben ook heel erg benieuwd of jij van het organiseren en opruimen bent. Ik hou ervan. Ik vind het echt heerlijk om te doen. Dus bedankt en tot de volgende video weer. Doei doei!